op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Maestro DR van de binnenkant is goed weg. Ook Zorro Diamant doet mee aan het duel om de leiding. Helemaal aan de buitenkant Indigo Mazza. In 3 sporen op weg naar de eerste bocht. Waarbij de beste papieren op dit moment zijn voor Zorro Diamant. Want die hoeft maar 1 paard voorbij. Dat is Maestro DR. Dat gaat hij nu doen. Maestro DR van de binnenkant. Zorro Diamant en hierover. Uitgeschakeld nummer 6. 6 galop. Alle paarden van Mercury Meadow en die is eruit. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzij in. Zorro Diamant leidt. Christophe de Puit neemt Indigo Mazza nu terug naar plaats 3. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzij. Michal Niemczyk wilde graag een harde koers. Die moet hij dan zelf hard gaan maken. Hij wil een voorbereidende koers voor het Halali. En dat is op 5 november in Hamburg. 12-6 is de opening. En dat zal je straks in Hamburg ook moeten openen. Zorro Diamant, daarachter Maestro DF. Dan een tijdje niets. Daarachter ligt Indigo Mazza. 4e plaats daarachter is voor Diel Tesla met Nero Hollandia. Daarachter volgt dan op weer een lengte of 2-3 Mert Attack. Dus gaan de paarden de Tjarda-bocht door, komen ze de rechte lijn voor de tribune in. Tempo is er iets uitgehaald, want je hoeft niet de hele weg 12 te rijden. Zorro Diamant die ziet de andere paarden weer ietsje dichterbij komen. En de paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune. Bijna allemaal achter elkaar, maar als je dat zegt is er altijd wel iemand die naar het tweede spoor gaat. In dit geval is dat Nero Hollandia. Nero Hollandia schuift op naar het tweede spoor en krijgt gelijk een heel treintje achter zich aan. Tweede tussentijd 19-7, eerste kilometer gaat net onder de 16 en zo gaan ze de laatste kilometer in. Zorro Diamant, daar komt Nero Hollandia aan de buitenkant. Marco Spin heeft hem al zien komen, die ligt nog tweede aan de binnenkant met Maestro DF. Daarachter volgt aan de relingzijde dan Indigo Mazza. Buitenkant ook onderweg naar voren Mert Attack. Die wordt gevolgd door Niels Jongejans met Machiavelli. En zo zijn de paarden in de rechte lijn aan de overzijde. 2 lengte voorsprong voor Zorro Diamant. Aan de buitenkant Nero Hollandia. Die probeert het gaatje nu dicht te lopen. Proppen zijn daar inmiddels getrokken. Het dichttrekhoofdstel is nog steeds open. Neemt nu plaats op plek 2. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Tussentijd is 16-5. Zorro Diamant heeft nog wel reserves. Heeft Nero Hollandia die ook? Vraagteken. Het antwoord is voorlopig ja, want hij klampt aan. De rest kan dat niet. Naar plaats 3 aan de buitenkant gaat Mert Attack. En zo gaan ze de laatste bocht door. 2 paarden duidelijk voor de rest. En ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En heeft Nero Hollandia dan diezelfde flitsende speed als dat hij ook had in de derby selectie. Toen was hij 2, nu ligt hij 2. Ze komen de laatste rechte lijn in. Zorro Diamant leidt. Daar komt Nero Hollandia. Nero Hollandia mag je nooit uitvlakken. Nero Hollandia aan de buitenkant probeert het wel. Zorro Diamant aan de binnenkant. Nero Hollandia. Ze gaan precies gelijk op. Tesselaar tegen Niemczyk. Laatste 500 meter, 14-1. Ze zijn op weg naar de streep. En het is op de streep. Nero Hollandia met een hoofdje, Zorro Diamant is 2 en Mert Attack derde. 15-8 voor de winnaar en ook voor de tweede.